Vanmorgen openen we met elkaar het woord van God in het Oude Testament, in het Bijbelboek van de Psalmen. Wij lezen met elkaar Psalm 25. Psalm 25 is vanmorgen de schriftlezing. Een gebed om bescherming en vergeving staat er in mijn Bijbel boven. Daar lezen we in het woord van God het volgende. Een psalm van David. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Denk aan uw barmhartigheid, Heere, en uw goede tierenheid, want die zijn van eeuwigheid. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen. Denkt u aan mij naar uw goede tierenheid, omwille van uw goedheid, Heere. Goed en waarachtig is de Heere. Daarom onderwijst hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen zijn weg. Alle paden van de Heere zijn goede tierenheid en trouw, voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen in acht nemen. Omwille van uw naam, Heere, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede. Zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Bevrijd mij uit mijn angsten. Zie mijn ellende en mijn moeite. Neem weg al mijn zonden. Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk. Zij haten mij met een dodelijke haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover het woord van God deze morgen. Geliefde gemeente, het leven wordt wel eens vergeleken met een reis. Vanaf je geboorte bewandel je een bepaalde weg. En die weg, dat is geen rechte rijksweg waarop je zonder al te veel moeite de eindbestemming behaalt. Nee, onze levensreis heeft nogal eens bochten, krompen en gaat door bergen en dalen. Het ene moment loop je door lieflijke velden. En een volgend moment gaat je weg door de woestijn. En op die levensreis sta je nogal eens op T-splitsingen. Welke kant ga ik op? Naar links of naar rechts? En de keuze die je dan maakt, die heeft gevolgen voor het verdere verloop van je levensreis. Welke studie, wel of geen levensgezel, waar ga ik wonen? Sharon, vanmorgen sta jij op zo'n T-splitsing. Want de vraag die in het midden van de gemeente naar jou toekomt, is of jij wel of niet verlangt te leven met God. En met je ja-woord mag je aan de Heere zeggen dat jij het verlangen kent om dat met Hem voortaan te doen. En dat is een bijzonder moment voor jou, voor je familie, vrienden, voor de gemeente. En dat mag je je leven lang met je meedragen.
En bij zo'n leven met de Heer hoort een bepaalde levenshouding. En daar willen we vanmorgen vanuit de psalm bij stilstaan. Gemeente, het onderwijs van vanmorgen geldt voor ons allemaal, wie wij ook zijn. Misschien heeft u nog geen belijdenis gedaan. En dan wil het u vanmorgen aansporen naar deze God op zoek te gaan. Het kan ook zo zijn dat u korter of langere tijd geleden belijdenis hebt gedaan. Een ja-woord hebt uitgesproken. En dan wordt u vanmorgen de spiegel voorgehouden of u ook vanuit dat ja-woord leeft. Nu, de tekst voor de verkondiging is uit de gelezen psalm 25 en dan als kerntekst vanmorgen het vijfde vers, waar David bidt en belijdt: leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil, u verwacht ik de hele dag. Het thema van de preek is een verlangen naar God. Een verlangen naar God. En het uitzicht in dat er wordt gebeden en dat er wordt beleden. De eerste helft van vers 5, daar wordt een gebed uitgesproken, dus er wordt gebeden. En de tweede helft van het vers wordt iets beleden. Nou, gemeente, in het lied dat vanmorgen voor ons ligt, is David aan het woord. En wat de concrete aanleiding voor hem is geweest om deze psalm te schrijven, dat weten we niet. Maar zoals er in mijn Bijbeltje boven staat, het is een gebed om bescherming en vergeving. En dit gebed, dat bidt David niet maar wat in de wilde weg, nee, David weet tot wie hij bidt. En dat blijkt ook wel uit hoe hij zijn gebed begint, in vers 1. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op, mijn God op u vertrouw ik. Nu, de Hebreeuwse uitdrukking, je ziel opheffen naar, die kun je ook vertalen met, je verlangen gaat uit naar. Dus Davids verlangen gaat uit naar God. De Heere is voor hem geen afstandelijke, onbekende God, nee, dat is iemand met wie hij vertrouwelijk contact heeft. Hij weet vanuit het verbond dat hij die God toebehoort. En hij kan en hij wil niet meer zonder hem leven. En dat feit, dat verlangen, brengt hem tot zijn gebed. Nou, gemeente, voordat we naar dat gebed gaan kijken, toch maar gelijk even de vraag: kennen wij dat verlangen naar God ook? Ben jij vanmorgen binnen naar de kerk gekomen, zo van, Heere, spreek tot mij, mag ik merken dat u van mij af weet? De Pinkstergeest die wil dat ook vanmorgen in onze harten werken of versterken. En wanneer we belijdenis doen en we geven ons ja-woord aan God, dan zeggen we daarmee in het openbaar dat we niet meer zonder deze Heere kunnen en willen leven. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Nu luister bidden naar het vervolg van de preek. Om het verlangen naar deze God in uw hart te laten ontstaan of verder aanwakkeren. Want het verlangen wordt zichtbaar in je hele levenswandel. Want als je op Gods wegen, op Gods paden loopt, juist dan wordt dat vertrouwelijke contact met de Heere ervaren, dat je heel dicht bij hem bent. En van daaruit klinkt het gebed van vers 4. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Want als ik leef zoals u het wilt, dan mag er omgang zijn met u. En daar verlang ik naar. Jongelui, je zou het kunnen vergelijken met een kind dat met grote ogen, verlangende ogen naar vader kijkt. En zegt, papa, wilt u me aan de hand meenemen? Zegt u maar welke keuzes ik moet maken, waar ik heen moet, als ik maar dicht bij u ben. En precies dat gebed komen we ook tegen in onze tekst van vanmorgen. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Wie vertrouwt op de Heere, zoekt naar Gods leiding in zijn leven. Oftewel, hij wil graag leven op de manier wat het eer van God is.
Hij wil Gods geboden toepassen in zijn eigen leven en omstandigheden. Ja, wegen, paden en in onze tekst waarheid, die zijn hier bedoeld als synoniemen. De wil van God voor je leven, dat gaat niet allereerst over hele concrete keuzes die je moet maken, maar gaat allereerst over je manier van leven. Hoe je denkt en van daaruit wat je doet. Het gebed van onze tekst is of de Heer je leert om te leven zoals Hij het bedoeld heeft. Anders gezegd, zoals bij Hem past. Je hebt immers het verlangen naar Hem. En daarom wil je ook leven zoals Hij het wil. Gemeente, het gebed of de Heer je in de waarheid leidt, gaat dus niet slechts over theorie. Dat je precies weet hoe het zit met de Bijbel en met God en met Jezus en met allerlei dogma's. Nee, je bidt of je de theorie goed mag begrijpen. Zodat je van daaruit goed en rechtvaardig en tot Gods eer zult kunnen leven. Het gebed om waarheid heeft in de Bijbel altijd een praktische toespitsing. En precies daarom, Sharon, hebben we ook beleidingscategorisatie gevolgd. In het gesprek met de kerkenraad was dat ook een van de eerste vragen. Waarom moeten we eigenlijk allemaal weten hoe de Bijbel in elkaar zit? En terecht was jouw antwoord dat je op die manier God beter leert begrijpen. En dus kunnen dienen. Want hoe beter je Gods waarheid begrijpt, hoe meer je kunt leven tot zijn eer. Dus de uitdrukking, niet de leer, maar de Heer, dat is dus een valse tegenstelling. Want de leer is erop gericht om je in de wegen van de Heere te kunnen leiden. Sharon, wat dat betreft vond ik het mooi wat je in je persoonlijke brief schreef aan mij. Dat je het koninkrijk van God omschreef als een rijk van licht en gerechtigheid. Nou, dat is precies wat hier wordt bedoeld met het woord waarheid. God laat in zijn woord zien wat een gelukkig leven is. Namelijk een leven naar zijn beeld, tot zijn eer, met behulp van de Heilige Geest. Nu, wie een verlangen naar God kent, en ik hoop dat u dat allemaal mag hebben, die zal dan ook bidden. Heer, ik maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij toch hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Hoort u dat? Je vraagt naar Gods wegen, omdat Hij zelf ook op die wegen loopt. Denk maar aan het voorbeeld van zojuist. Je wil als een kind aan 's vaders hand lopen. En jongens en meisjes, ik moest denken aan de avondvierdaagse van afgelopen week. Misschien heb jij het ook wel gelopen. Als je vader of moeder meeliep, dan wist je door je vader of moeder welke kant je op moest. Want die had de routebeschrijving. En die wist, hier moeten we naar links en daar moeten we naar rechts. En bij dit kruispunt moeten we nog rechtdoor. En zo komen we op de eindbestemming. Nu, zoiets is het gebed van vanmorgen. Je verlangt naar God. Je wilt dicht bij de Heere blijven. En daarom vraag je als het ware steeds, Heere, wat staat er op de routebeschrijving? Welke kant moet ik op? Gemeente, Sharon, laten we zo biddend in het leven staan. Waarin we afzien van onszelf, onze eigen wijsheid en denkbeelden. Maar dat we zeggen, Heere, ik verlang naar u. Ik wil heel dicht bij u zijn. En daarom vraag ik naar uw wegen. Het gaat me niet om mij. Het gaat niet om mijn gevoel. Het gaat zelfs niet om mijn ja-woord. Het gaat om u alleen. Schenk mij van uw geest die op Pinkster is uitgestort. Zodat we in zijn kracht kunnen leven tot uw eer. Ja, met dat gebed leer mij, beleid je je afhankelijkheid. Een kind van God heeft geleerd dat hij vanuit zichzelf niet weet hoe die paden van de Heere gaan.
Het lukt je niet om in eigen kracht het beeld van Jezus te vertonen en je leven in dienst van de Heer te besteden. Wij hebben Gods waarheid niet in pacht. Een leven lang is het nodig te blijven bidden om de leiding van de Heilige Geest. Een waar gelovige weet zich afhankelijk van de Heilige Geest. En dat brengt je tot het dagelijks gebed om leiding. Er zijn namelijk allerlei omstandigheden die het je moeilijk maken om op dat spoor van God te blijven. En in de psalm worden er bijvoorbeeld vijanden genoemd. En weet je niet precies wie daarmee worden bedoeld, maar deze vijanden van David, die maken hem belachelijk. En ze suggereren dat hij voor niets op God vertrouwt. Nou, dat kan er zomaar voor zorgen dat je langzaam maar zeker je niet meer laat leiden door Gods waarheid. Maar je door die vijanden laat beïnvloeden. Altijd in alles jezelf verloochenen. Altijd leven tot eer van de Heer. Moet dat nou echt? En zo ga je uit angst voor gezichtsverlies, door druk van buitenaf, zomaar van het pad van de Heer af. Heilig, toegewijd leven, 100% voor hem. Nou ja zeg, kan toch ook wel een tandje minder. En je doet steeds meer water bij de wijn en de scherpe randjes gaan ervan af. En door deze zelfgerichte houding komt de Heer steeds verder op afstand te staan. Nu vanuit het verlangen om dicht bij God te zijn, bidt David dat zijn vijanden niet van vreugde over hem zullen opspringen. En dat hij niet beschaamd wordt. Ja, Heere, leid mij in uw waarheid en leer mij dat ik niet als een kuddedier met de stroom van de wereld meeloop. Maar dat ik juist ervoor kies om wat er ook gebeurt dicht bij u te zijn. Want daar gaat het me om. Kom met uw Heilige Geest. Dat hij mij leidde, dat hij mij bewaart bij een vertrouwen op uw belofte, om zo heilig en rechtvaardig te leven. En dat gevaar om van het pad van de Heer af te gaan, dat gevaar komt niet alleen van buitenaf, maar dat gevaar komt ook van binnenuit. En misschien moeten we zeggen dat ons eigen zondige hart onze grootste vijand is, om vanuit Gods waarheid te leven. Dat je zegt, nou, ik neem deze sluiproute wel. Of als ik die bocht dan afsnijd, nou, dan ga ik het wel beter. Ik hoef niet per se de weg te lopen die de Heer heeft uitgestippeld. Maar hoogmoed en egoïsme, want dat is het ten diepste. Dat is dan aanwezig in je hart. Je denkt het beter te weten dan God. En dat zit zomaar in ons leven, ook na ontvangen genade. En als je dat bij jezelf moet constateren, dan doet dat je als gelovige pijn. Want dan leef je niet zoals de Heer het wil. En dan laat je je niet leiden door je liefde tot God en de naaste. Je vertoont dan niet het beeld van de Heer Jezus. Nu, David, die kende zichzelf. En zijn gebed om waarheid, die gaat samen met een gebed om vergeving. De psalm staat er vol mee. Vers 7 bijvoorbeeld. Denk niet aan de zonde uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen. En vers 11. Omwille van uw naam, Heere, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. En vers 16. Wend u tot mij en wees mij genadig. Dus David bidt of de Heere hem uit genade aan de hand wil nemen. Zijn zonde wil vergeven, hem steeds opnieuw op het spoor van de godsvrucht wil brengen. Dat is het eerste, gemeente. Een verlangen naar God zorgt ervoor dat er wordt gebeden. Je bidt of de Heer je in de waarheid wil leiden, omdat je in zijn wegen wil gaan. Het beeld van Christus kan vertonen en heel dicht bij God kan leven. Ja, je bidt om bescherming voor gevaar van buitenaf en binnenuit.
Je bent afhankelijk van Gods genade en het werk van Gods geest. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestuur mijn schreden, mijn voetstappen. En leid mij in een effen land. En met dit psalmvers, waarin de Heere, de God van de zaligheden, wordt genoemd, daarmee komen we bij het tweede punt van de preek. Want er wordt niet alleen gebeden vanuit het verlangen naar God, er wordt ook iets beleden. Want de vraag die misschien wel bij iemand van u zou kunnen leven is, waarom wil David nou zo graag bij God zijn? Waarom is het nou zo fijn om in de wegen van de Heere te wandelen als dat jezelf kost? Als je daarmee tegen de stroom in moet gaan? Als je je kruis op je moet nemen? Tweede helft van de tekst. Want, dus dat is de reden dat David bidt om geleid te worden in de waarheid. Want u bent de God van mijn heil. Hij heeft de Heere leren kennen als de God van zijn heil. En dat is het meest geweldige wat je als mens kan overkomen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Ik zei het net al in de preek, aan het begin van de preek. Voor David is de Heere geen onbekende afstandelijke God. Nee, hij is iemand met wie hij vertrouwelijk contact mag hebben. Uit ervaring weet David wie de Heere is. In de psalm zingt hij ervan. Ja, David prijst God door allerlei deugden, allerlei eigenschappen van hem te noemen. Vers 6 bijvoorbeeld. God is barmhartig. En hij is goede tieren. En het slot van 7. De Heere is goed. En 8. Hij is waarachtig. En 10. Hij is trouw. Al met al, David jubelt om de God die hij mag dienen. En deze heerlijke, goede God, dat is zijn heil. En heil, jongelui, dat betekent redding. Dat is wat deze heerlijke God voor David is. De Heere is zo goed. Hij redt David naar lichaam en ziel. Hij zorgt voor hem voor tijd en eeuwigheid. Hij maakt je weer heel. Alles wat door de zonde kapot is gemaakt. Je relatie met God. Je relatie met jezelf. Je relatie met de wereld en met de schepping. God maakt alles weer nieuw. God is je heil. En weten jullie welk woord er hier in het Hebreeuws staat? God is je Yeshua. Jullie horen daar de naam van Jezus in door. Dat is van hetzelfde woord afgeleid. In Jezus is de God de heiland geworden. En als je dat wonder gaat zien, ja, dan begrijp je David toch, dat hij verlangt naar God. Wat zou een leven zonder de Heere en zijn nabijheid zijn? Uiteindelijk helemaal niets. Je hebt geen richting in dit leven, geen hoop voor na dit leven en geen rust te midden van alle gebrokenheid op de aarde. Jezus Christus, de heiland der wereld. Vanmorgen mag ik u hem aanwijzen en aanprijzen. Want waaruit is gebleken dat die God van David werkelijk barmhartig is en goede tieren en goed en trouw. Doordat hij zijn zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd om mens te worden. En die zoon van God ging goeddoende door het land. Maar wat gebeurde er? Hij werd gearresteerd en onschuldig veroordeeld tot de kruisdood. Hij stierf die vervloekte dood. Waarom? Om plaatsvervangend de straf op de zonde te dragen voor een ieder die in hem gelooft. En gemeente, dat is het bewijs dat de Heere de heiland is.
En daarom zingt David in die andere psalm die we zongen. Welzalig, werkelijk gelukkig is degene die al zijn kracht en hulp alleen van deze God verwacht. Nee, dat betekent niet dat als je bij deze God hoort, dat je leven dan helemaal over rozen gaat. We leven nog in een gebroken wereld. Ook in de psalm wordt geklaagd en gebeden of de Heere wil helpen en verlossen. Maar je mag wel weten, zelfs al steekt de hete middagzon in het moer bij dal, het dal vol moeite en problemen, dan is de Heere je tot een bron. Hij stort op je een milde regen, een regen die je overdekt, verkwikt en je tot zegen strekt. En lieve mensen, als er vanmorgen nog zijn, die moeten zeggen deze God niet te kennen. Of je zegt het zal allemaal wel. Blij voor jou dat jij gelukkig bent wordt door het geloof. Maar ik heb er niks mee. Alsjeblieft, mag ik u dan aansporen naar deze God op zoek te gaan. Echt, de Heere wil ook uw heil zijn. Hij wil u redden van de eeuwige ondergang. En daarom laat hij vanmorgen het evangelie verkondigen. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want wees eens eerlijk, kunt u God recht in de ogen aankijken, omdat u precies geleefd heeft zoals het bedoeld was door hem? Oftewel, in alles liefde tot God en de naaste. Geen enkele zonde of egoïsme. Nee, niemand van ons kan dat zeggen. En de Heere weet dat. Hij zal u, jou, mij dus moeten straffen als we bij onze dood voor zijn rechterstoel komen en verantwoording moeten afleggen over ons leven. Maar juist daar is Jezus voor gekomen. Zodat u in hem uw vreugde en belijdenis leert vinden en gered wordt. En gemeente, David die noemt zijn God in de psalm meerdere keren bij zijn naam. Heere, met hoofdletters. Oftewel Yahweh, de ik zal zijn die ik zijn zal, de ik ben die ik ben, de trouwe verbondsgod. Nu als u, toen u gedoopt werd, toen heeft die God zich aan u verbonden. En toen zei de Heere, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Als de Vader zal ik voor je zorgen en beschermen. Als de Zoon zal ik je zonde vergeven en je wassen van alle ongerechtigheid. En als de Heilige Geest wil ik je het geloof schenken om je zo toe te eigenen alles wat je in Christus al hebt. En zo staat de belovende Heere als de trouwe verbondsgods iedere eredienst opnieuw voor ons. Met zijn armen uitgespreid, vol liefde, hartelijk nodigend naar de grootste van de zondaren. Kom tot mij en uw ziel zal leven. En wanneer we belijdenis doen van het geloof, dan laten we ons als een krachteloze zondaar in onszelf, in die armen vallen. Ons ja-woord is enkel alleen maar een antwoord op Gods belofte van de doop. En door het werk van de Heilige Geest mag je belijden dat God doet wat hij belooft. En dat je je daaraan toevertrouwt. En dat je die God in alles hebt nodig gekregen. Omdat je zonder hem niets bent. Maar dat je met hem alles bent. En dan ga je het belijden. O, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Want ik heb alles verloren. Maar ik heb Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. En dat is genoeg. Betekent het dus dat iedereen die belijden doet het allemaal helemaal zeker weet? En er geen twijfel meer te bespeuren valt? Nee, helaas niet. Maar al te vaak hebben we nog last van ons eigen ik, van aanvallen van buitenaf. Maar juist dan mag de belijdenis
van wie God is, tot een gebed worden. Dan mag je te midden van worstelingen en de zoektocht waarin je zit, mag je pleiten op die deugden van de Heere. En precies dat is wat David ook in onze psalm doet. Hij vraagt aan de Heere, aan zijn barmhartigheid te denken. Ja, denk niet aan de zonde uit mijn jeugd of aan de overtredingen. Maar denkt u aan uw goede tierenheid. Omwille van uw goedheid, Heere. En dat is pleiten op de belofte van God. Pleiten op zijn deugden. De Heere voorhouden. Maar Heere, u bent toch goed, barmhartig, getrouw. Bewijs dat ook richting mij. Ja, dan zeg je het met David na vers 3. Allen die de Heere verwachten, die worden niet beschaamd. En zeker nu het Pinksteren is geweest en de Heilige Geest in ruime mate is uitgestort, bewijst God dat Hij echt waarachtig is. Toch, zo is het toch. Als u contact, verborgen omgang, vertrouwelijk contact met de Heere mag hebben, dan weet u toch uit ervaring dat de Heere goed is. En trouw en vol van liefde. Ja, dan ga je toch met David belijden. U bent de God van mijn heil. U bent mijn redding, mijn geluk, mijn zaligheid. Het komt bij u vandaan. De enige troost in leven en sterven is dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Want u bent goed en waarachtig. En daarom onderwijst u zondaars in de weg. Zo zegt David het. En zo mogen we het dan nazeggen. En die belijdenis, dat is niet iets eenmaligs. Het is je leven lang. Je dagelijks aan deze God toevertrouwen. En daar eindigt het vers mee. U verwacht ik de hele dag. Of zoals je het ook kunt vertalen. U verwacht ik iedere dag. Vanuit je verlangen naar God. Naar meer van God. Bid je om leiding. Om bescherming en vergeving. En je beleidt hoe groot en goed de Heere voor je is. En zo mag je voortdurend hopen op God. In de wetenschap dat Hij er in genade voor je zal zijn. Wat er ook gebeurt, al ga je door ellende, door moeite, zelfs door de dood heen. God staat aan je zij. En zo mag je het ervaren, wat we zongen. Hoe wonderlijk mooi is toch uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, daar bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Gemeente, Sharon, een verlangen naar God. Er wordt gebeden en beleden. En die wisselen elkaar in de psalm af. En ik hoop ook in ons leven. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op wie ik vertrouw. Want met het oog op Hem kan je het vol verwondering en blijdschap zingend beleiden. En stem er alsjeblieft van harte mee in. Deze Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied en psalmgezang. Hij was het die mijn heil, mijn redding bewerkte. En daarom loof ik deze God mijn leven lang. Halleluja voor de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.